Hey daar iedereen, hier zijn we opnieuw. We dan weer een nieuwe aflevering van de Stem van Songfestival.be 2024. We hebben er al een aantal op zitten. Ik denk dat we ongeveer halverwege zijn, ongeveer denk ik. We hebben al best wel wat liedjes de revue zien passeren. En vandaag is het de beurt aan een groot land in Europa, Polen. Die zangeres Luna afvaardigt met het liedje The Tower. Ik heb vandaag Dennis en Filip aan mijn zijde en ik hoor heel graag jullie mening. Dennis. Nou, het is niet mijn torenhoge. Wauw, Dennis. Maar het is zeker wel een leuk nummer. En het is catchy, het klinkt ook wel een beetje Eva Max-achtig voor mijn gevoel. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit live op het podium eruit gaat zien. Welke staging ze erbij gaan bedenken. Want ik ben een beetje bang, ik vrees er een beetje voor dat het een leuk albumnummer blijft. Hè? Leuk liedje om te horen in de studioversie. Maar hoe dat op het grote podium eruit gaat zien, daar heb ik nog mijn twijfels bij. Maar een prima nummer. Om te luisteren. Wat peper en zout, als ik het zo mag samenvatten, de mening van Dennis. Nou ja, goed, de peper en zout, ja, die moet op het podium komen. Dat is een prima nummer om te luisteren, maar het werkt zonder niet naar iets toe. Het is een radionummer. Ja. Het werkt niet naar een groot hoogtepunt toe. Naar die torenhoge. Ja, precies. Okay. Maar dus wie weet wat ze voor ons in petto heeft. Ja. Dus Dennis blijft nog een beetje op zijn honger zitten. Filip, heb jij nog honger? Ik heb ook nog wel wat honger. Ik geef Dennis daar wel gelijk in dat er zo eigenlijk geen climax komt. Ja. En ik vind het een heel leuk nummer, heel leuk en dags popnummer. Maar inderdaad, ik weet ook niet, gaat ik live overeind blijven? Ja of nee? Mijn artiest als Moesti, daar kan je gaan terugkijken wat hij in het verleden gedaan. Mm-hmm. En dan weet je dat hij op podium dat ook goed gaat doen. Van haar vinden we eigenlijk niet echt veel terug. Dus gaat zij op podium kunnen presteren? Ik weet het niet. En voor mij is het nummer superleuk, maar iets te repetitief. Mm-hmm. En zonder climax is dat dan eigenlijk een vrij lange 3 minuten. Dus hier ook kunnen we weer een minuutje van knippen eigenlijk. Om de show, dan komt er minstens een halve minuut. Of de EBU toch wel wat te helpen en de show wat in te korten. Ja. Oké. Dankjewel, Filip. Ik treed jullie wel een beetje bij. Het is een commercieel liedje dat we ook wel 1000 keer gehoord hebben, denk ik. Ik vind ook, ik hou er wel van als landen, dus wat trouw blijven aan een eigen cultuur, traditie. En het mis ik wel bij Polen. Het is voor mij heel Amerikaans eigenlijk. Het is een typisch popnummer die voor mij niet meteen moet denken aan Polen. Ik hoor er wel een beetje Olivia Rodrigo in eigenlijk. Zo'n beetje die klanken hoor ik erin. Op zich ja, een degelijk popliedje. Maar ook niet meer dan dat. En ik heb ook wel mijn vragen erbij. Want het is wel een heel snel nummer. Ja. En we hebben al heel vaak artiesten gezien die, zeker stel als je halve finale haalt, doorkomt en dan naar de finale gaat, op het einde van de rit al volledig uitgeput zijn. En dat is ook zo'n heel fysiek, denk ik, nummer die snel gaat. Dus ik vermoed dat ze naar het einde toe ook wel naar adem zal moeten happen. En ik weet niet of de kijker naar adem zou moeten happen. Ik weet het ook niet. Ik denk dat we zullen moeten afwachten tot de eerste pre-parties om te weten hoe dit effectief Luna live gaat overkomen. Trouwens, wat vind je van, als we het even over de looks hebben van de dame, daar doen ook wel wat meningen de ronde over. Wat vind je van Luna? Een beetje een boze stien? Een beetje een kwaaie stien? Een kwaaie zus? Ik vind dat niet altijd boos. Vind je niet boos? Nee, ik zag haar net in de clip. Een beetje schaken, een beetje dansen, maar ze is blond. Ja. En jij, Filip, heb jij nog een uitgesproken mening over de dame? Nee, ik vind de look die ze brengt, vind ik echt wel geslaagd. Ik vind het past volledig in het plaatje, het past bij de videoclip, het past bij het artistieke. Ja. Dus nee, ik vind het heel goed gedaan. Oké, top. Dan nog de punten, Dennis. Degelijke 7. Oké, Filip. Ik treed Dennis bij een 7. Ja, dan hebben we consensus ook weer vandaag. Ook voor een medium 7. Voilà, dat zijn onze punten. Het is er aan jullie nu. Ga jullie gang via de gekende kanalen. En dan horen wij heel graag jullie mening over Polen. Tot de volgende keer. Dag.